Heren, welkom op Hightech Campus Eindhoven. Voor de heer Aerts een thuiswedstrijd. U bent van Philips Research. Voor de heer Van den Ende geen thuiswedstrijd. U bent van Apple. Wellicht kunt u zichzelf even na elkaar kort introduceren. Ja, mijn naam is Emiel Aerts. Ik ben wetenschappelijk directeur van Philips Research. Al ruim 25 jaar werkzaam op het gebied van slimme software, slimme concepten. En dat heeft zich de laatste 12 jaar toegespitst op de ontwikkeling van wat we ambient intelligence noemen. Okay. Helder, dank u. Okay. Mijn naam is Fred van der Ende. Sinds april niet meer werkzaam voor Apple als extern. Tot 1 april verantwoordelijk geweest voor de media-industrie binnen Apple als business development manager. En dat is nou precies het segment waar nu zoveel dingen aan het veranderen zijn. En waar juist iPhone en iPad een belangrijk product voor zijn. Wat mij opviel in jullie beide verhalen vanochtend, het is waarschijnlijk toeval, maar eind jaren 90 was er een ommekeer in zowel uw denken, heer Aerts, als in het denken binnen Apple. In uw geval begon het in 1958 met de eerste ambient experience ervaring die Philips creëerde op de wereldtentoonstelling in Brussel met het paviljoen van Le Corbusier. En in jullie geval had het ermee te maken van ja, het liep even allemaal wat moeilijker. Het bedrijf moet zichzelf heruitvinden en nieuwe wegen inslaan. En dat gold ook voor u eigenlijk. Kunnen jullie daar eens een toelichting op geven? Waarom dat tijdstip? Wat waren de aanleidingen? En hoe, welke weg bent u vervolgens ingeslagen? Ja, voor ons geldt dat wij tegen die tijd, dus eind van de jaren 90 van de vorige eeuw, de observatie hebben gedaan dat technologie zo klein en zo alom aanwezig kan zijn, dat je niet meer hoeft na te denken feitelijk over de vraag wat die technologie inhoudt in termen van hoe je hem moet ontwikkelen en verder brengen. Maar dat de vraag kan verschuiven naar hoe ga je hem toepassen en wat is het nut daarvan voor mensen. Oké, helder. Ja, daar wil ik me wel bij aansluiten. Dat is inderdaad een moment dat je dat ontdekt, denk ik. En dat die technologie ook beschikbaar is. Een ander ding wat er volgens mij psychisch bij speelt, is dat het einde van een millennium was. En het einde van een millennium betekent heel vaak dat mensen ook in gaan zien van jongens, we krijgen nu een nieuwe tijdperk en we moeten vooruit en we moeten nieuwe dingen doen. Ik denk dat het ook een psychologisch effect is geweest. Als je er een lijn wil inzien. Oké, okay. Dus beide bedrijven, beide toonaangevende bedrijven. Jullie net Microsoft gepasseerd als de number one technology company. Wellicht dat jullie in de toekomst Apple weer gaan inhalen als de number one technology company. Hè, als alle concepten waar u nu aan werkt realiteit worden. Wat zouden jullie nou van elkaar, wat hebben jullie van elkaar geleerd vandaag? Dat we eigenlijk best wel, denk ik, ja, ik spreek even namens Apple, ik werk niet voor Apple. Maar dat die twee bedrijven echt wel heel erg op elkaar lijken qua denken. En het is ook niet voor niks dat ik in mijn presentatie ook Philips heb aangehaald. Want dat gevoel is er eigenlijk altijd al wel geweest. Hè? Philips en Apple hebben denk ik diezelfde wil tot innovatie in zich. Ja, daar sluit ik mij heel graag bij aan. Ik kan daar van onze kant aan toevoegen dat het respect wat wij als bedrijf hebben voor Apple en vooral de innovatievisie die Apple heeft ontwikkeld heel groot is. En dat wij het in een zeker opzicht moeilijk hebben om dat niet alleen te kopiëren, want dat is de doelstelling niet, maar in een nieuwe setting te brengen. En dan gaat het vooral om het feit dat je je als bedrijf openstelt, dat je innovatie verwacht door participatie van mensen in de maatschappij en een hele omgeving en alle systemen in je organisatie erop inricht, dat dat optimaal wordt ondersteund. En dat vind ik geweldig. Oké, dan mijn laatste vraag. Hè. De campus die staat voor open innovatie. Hè. Philips Research is een van de initiatiefnemers van Hightech Campus Eindhoven. Hier vandaag meer dan 90 bedrijven die kennis en faciliteiten met elkaar delen. Ik hoor hier bijna een liefdesverklaring over en weer aan elkaars bedrijven. Wij staan en Philips Research staat voor open innovatie. Biedt dit nog kansen op eventuele samenwerkingen? Is vandaag daar wellicht een kiem voor gelegd? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat dat op twee manieren kan. Het crowdsourcing element wat bij Apple feitelijk als eerste echt in de maatschappij is uitgerold, is iets wat wij denk ik heel graag ook zouden willen ondersteunen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar op strategisch niveau van elkaar leert. Je zou in termen van business kunnen denken aan mogelijkheden om bijvoorbeeld toepassingen zoals, en dan denk ik in eerste instantie aan een iPad bijvoorbeeld, om toepassingen van dit soort devices, maar ook de omgevingen daaromheen, bijvoorbeeld in te brengen in een welzijn- en gezondheidszorgomgeving. Dus dat je het een klein beetje verschuift van de positionering die het nu heeft, die denk ik toch voornamelijk leisure is,
naar dat waarvan we nou zeggen, ook in dit tijdsgevricht, wat toch door de crisis een beetje is ontstaan. Dat je zegt, kunnen wij nou ook bepaalde dingen neerzetten, daar waar het gaat om het ondersteunen van het welzijn van mensen in eerste instantie. En daar zouden zeker opties zijn. Dus alle verpleegkundigen een iPad? Ja, dat zou een hele simpele start zijn. Maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld de functie van coaching. Persuasion van mensen. Kun je ze stimuleren om bepaalde dingen wel te doen, omdat je weet dat dat goed is voor hun gezondheid. En neem de Weight Watchers bijvoorbeeld. Het is bijna niet doorgrond tot nu toe waarom mensen weten dat ze overgewicht hebben en dat toch gewoon niet aan toe komen. Een iPhone of een iPad is een omgeving, is een device waar zoveel omheen zit. Zeker als je de crowdsourcing en de connectiviteit gaan koppelen, dat wel eens een hele mooie, nieuwe manier zou kunnen zijn om mensen te overtuigen om gewoon simpelweg gezonder te gaan leven. Mooi. Fred, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, nou, ik vind het wel heel mooi. Als je Apple bekijkt, historisch gezien, komen ze heel erg uit de mediaproductiewereld. Hè? Altijd vanuit het computerplatform met die media bezig geweest en dan met name contentproductie. Je ziet de laatste jaren is het heel erg naar consumer gegaan. En met die nieuwe devices zie je dat er hele nieuwe markten aangeboord worden. En hij refereert al eventjes aan de gezondheidszorg. Er zijn nu al heel veel ontwikkelaars die apps voor de gezondheidszorg specifiek maken. Denk even aan games. Apple is nu ineens een hele belangrijke speler in de gamesindustrie. Dus je ziet dat Apple ook steeds meer met nieuwe partners gaat werken en hele nieuwe industrieën takken instapt of segmenten instapt. Dus wat dat betreft denk ik dat daar nog nieuwe mogelijkheden overal te over zijn. Nou, dank jullie wel. Wellicht Apple in de toekomst op de campus. En tot ziens, tot de volgende keer hier op Heide Campus Eindhoven. Goed zo.